Instellingen voor verslavingszorg betreuren het dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen het testen van pillen op housefeesten is. Het Trimbos Instituut, de landelijke instelling voor verslavingszorg, wilde dit voorjaar pillen gaan testen in het uitgaanscircuit. De bedoeling daarvan was om gevaarlijke drugs te kunnen onderscheppen. Dat was in november 2001, nadat in Kerkrade een jongen was overleden na het innemen van een zogenaamde PMA-pil. Dat is een ecstasy-achtig middel, maar veel gevaarlijker, een vertraagde werking. Het is een verboden stof. We voeren campagnes om te zeggen, gebruik het niet, want het is gevaarlijk. Ja, als je het dan toch gebruikt... In simpel Nederlands, wie een foute pil slikt heeft pech, maar heeft zelf het risico genomen. Station, hoor. Kijk, kom op. Zeg, Henry. Ja, Matje. Ben je nog een beetje populair? Wat populair? Bij de wijven natuurlijk. Jezus, begint er even te lullen over wijven. Ik heb wel een dame in op, nou. Foutje. Ik vraag me trouwens af. Ja. Of het wel zo slim is geweest om die loezen die rommel te laten opleveren. Ja, die loezen die weet nergens van en die komt heus wel. Trouwens, jij moet niet denken. Daar ben ik te stom voor. Wacht dan maar rustig af. Stom? Godverdomme, jij hebt een geintje. Ja, die stuiter is waar, die is al op gek. En nog een jullie, houd het even op, ja. Blijf die slimmerik. Dat vraag ik me ook even af, Willem.
moet je er alweer af, Roos. Je moet even niet zo anders in het water. Vermengen met een beetje melkpoeder. Ja, Jezus, en jij denkt dat ze daarin trappen? Zal ik je naar de Chinees even bellen? Misschien weet die wat die koeien eruit haalt. Ja, bel die pizza boer en check even. Lijkt me goed wel. Dat ging over PMA, dacht ik. Ja. Bijna heb je toch wel over MDMA als ik het goed begrijp. Zuiver MDMA, een toppertje. En een lagere dosering minstens even snel scoren. Minder nodig, meer pillen. Kassa. Snap je? Het is alleen nog niet getest. Ja, ik heb geen zin in die gein. De politie heeft een opsporingsbericht laten uitgaan over zoekeraar kan pullen. En je denkt er zeker niet dat hij zeker weer aan de bakken wil draaien. Wat gebruik je nu, hoor? Jochie, ik kom inderdaad lekker drinken, lekker eten en een lekkere bak. Ja, Henkje. Je mag even gewoon onderweg. En dan zou je nog wel aan hier moeten zijn. Ja, we wachten nog 10 minuten. Ja, ciao. Zeg, trouwens, als wij het niet doen, doet een ander het wel. Business, hè? Hij schijnt onderweg te zijn. Trouwens, jij moet niet zoveel van die pilletjes stoppen. Dan raak je je hersencellen van beschadigd en dan word je een beetje vergeten. Ja, wat zijn die bijwerkingen eigenlijk? 1% blijft natuurlijk een vraagteken. Zolang je het maar niet vermengt met PMA of MDA. De een is spiegelend en heeft een oppuppend effect. De MDA overheerst de bewustzijnsveranderende werking. Het werkt traag, dus de kans op overdosering is groot. In het ergste geval raakt de gebruiker in coma of erger nog, ja, gaat dood. Vroeger van 5B. Wat? Ja, heb je geen jas? Wat? Mijn kleine zusje naar weerstaat geweest. Over wie gaat dit? Over wie gaat dit? Kirk, je bent al zo dat je net bent. Lekker, zie ik er wel geschorst nou, hè, man? Chill, man. Wie wordt er geschorst? Oh, wat? Boeien, ik ben al zo vaak geschorst. Ja. Red Bull. Zo. Kun je niet gewoon een testje?
Klaar, hè? Wat? Leg gooi die kusje naar binnen, hè? Nee, Roderick, dankjewel, hartstikke lief. Maar neem het zelf anders maar. We gaan betalen, hoor. Gaan we betalen? Wacht even, hier ook nog. Strap maar benen als je je pakt. Het is en blijft natuurlijk illegaal. Een vieze chemicus, hè? Die heeft ontdekt dat de chemische verbinding PMK, de grondstof voor ecstasy, waarschijnlijk legaal is. Omdat het verkeerd geschreven staat in de wet. Nou, als hij gelijk krijgt, weet de wil als in de rechtszaal. Ik ben... Ja, en moest je niet nog wat afgeven? Wat is die koker die je moest afleveren? Die koker die ben ik verloren. Mag ik even nieuw halen? Dus? Jij had helemaal niks meer. Je gaat die koker zoeken die je hier moest afleveren. Ben je helemaal besodemieterd? Hup, opgedonderd! En zorg dat je binnen 10 minuten hier bent met die koker. Opzout! Leveren, dus haast bij. Waarom? Ja, zodra de USD het in handen krijgt, dan kunnen we het wel vergeten. Staat er binnen de kortste keer op de lijst van de verboden middelen. Nog hooguit 2 tot 3 weken om onze slag te slaan. Maar die houseparty is toch de volgende? De 30ste is toch de volgende week al? Je kan die pil nog niet gaan verkopen als dat ding nog niet getest is. Zoek. Ja, dan geven we een paar pillen die stomme hond van helemaal zo onder zat en dan zien we het altijd. En nou moet jij eens in je kopje afkrijgen, dus je echt die grote klaar. Je bent op de laan om even op te komen, Arend. Ik heb al een half uur in die rottrein vastgezeten. Wat? Jij moest toch zo nodig geen jullie bij het laten verlopen, dus jij hebt zo. En jij ligt de hele dag laadloos op de bank. 17.000. Als ik je nou net dan ben ik terug in de schat. Het is een beetje naar die stomme defecten zitten koppeloeren. Dat het werk in die winkel zo interessant is. Al die dames die zo nodig de nieuwste mode moeten. Wat is nou de nummer? Shit. Ah.
gereserveerd. Weet je wat het allemaal kost? Dat kost al 70% per minuut. Ja, het is allemaal doorgestoken kaart. Nou, toevallig niet, want... Shit, ga dan niet voor het beeld weg. Er is altijd al een winnaar bezig. Ach, het is pure nep. Weet je wat ze die spannetjes zo makkelijk maken? Om het bel eens te kunnen krijgen. Doe dat ding maar weer naar beneden, want die kunnen niet zien wat er op bed staat, ja? Alleen domme mensen en kleine kinderen trappen erin. Nou, dan ben ik niet de enige. Zit. Domme mondjes. En natuurlijk heb ik de nummer was 8870. Dit nummer is toch altijd hetzelfde? Die opgave. Nee, dat is juist de clue. Dat verschilt per spelletje. Elk spelletje heeft een ander nummer. Kunnen we niet wat zachter? Dus zit jij nu op die bank? Je weet dat ze altijd in de war haalt. Ja, en hoe weet je dat dat komt? Hier. Een halve fles. Weet je, jij verstaat je heel verstand nog een keertje. En als je hier nou eens een keer de boel ging opruimen achter je aan, maar nee. Het is hier één grote bende. Waar maak je je nou druk om? Je bent toch nooit thuis. En wie brengt hier het geld in huis? En wie betaalt hier de telefoonrekeningen? Ik snap niet waarom ik nog bij je blijf. Dan ga je toch? Ga zelf. En trouwens heb je toch in godsnaam voor een t-shirt aan? Waar heb je dat vandaan? Naar boven uit de kast. Dat komt niet uit de kast vandaan. Dat komt uit de schuur vandaan bij de oude poetshoeken. Toch was het gezonder. Ik hoop niet dat je zo boodschappen wezen. Ben jij geen boodschappen wezen doen dan? Zijn de kinderen al thuis? Geen idee. Zou je niet een beetje beter op ze kunnen letten? Een beetje meer tijd aan ze kunnen besteden? Heb je trouwens het eten opgezet? Ja, mijn god, jij nog niet eens afgewassen! Ik dacht, zal ik wel wat gaan halen dan? Bij Willem. Je doet maar. Ik ga. Ga je heen? Naar mijn moeder. Of ben je dat soms ook alweer vergeten? Vraag hem maar naartoe. Nou, oma, dat hoor je toch? Moet je mee eten? Bak maar een ei in de keuken. Ik ga. Waar ga je naartoe? Naar mijn vrienden. Goed je kaarten. God allemaal, wat een familie zijn. Kom nou! Eerst krijg je zonder varken. Iets van drie. Hoi, zus. Hey. Ben je laat? Ja. Mam, heb jij mijn t-shirt al gewassen? Ja, joh, ligt in de wasmand. Ah, oké. Okay. Ik moet weg vanavond. Waar ga je heen? We gaan met z'n allen naar Puck & Daddy. Aan het project werken. Project? Ja, over erfelijkheid. Jezus man, wat moeten we met drie pakken sultana? Ah ja, dit is schattig, vast een aanbieding. De hele kast ligt vol aanbiedingen. Meestal gooi je toch de helft weg, is toch zonde? Nou, wat dat betreft, lijkt ik in ieder geval niet op jou. En wie wel lijkt, is wel nog steeds een raadsel. Ja, waarom vertel je niet gewoon over papa? Waarom wel? Laat het voor wat het is. Ja, daar hoef je toch niet zo moeilijk over te doen. Trouwens, ik wil het gewoon weten. Sinds wij met het project bezig zijn, komen alle vragen waarop ik geen antwoord weet. Blanco. Weet je, als ik er weer over begin, dan voel ik me weer kwaad worden. Was het zo erg dan? Nou word ik nog nieuwsgieriger. Je vader was gewoon een zak van een vent en daar wilde ik jou niet meer op zaten. Ik was een hartstikke gezonde baby en ik was uitstekend in staat om jou alleen op te voelen. Ja, maar daar hoor je mij gewoon niet over klagen. Ik wil gewoon weten hoe die eruit zag, wat hij deed en hoe die was. Oh, je lijkt op je vader. Ja. Hier, die neus, die heb je vader nog. Nou, zijn die mooi meegenomen voor het project? Nou, daar moet ik blij mee zijn. Ja. Vertel maar eens verder. Ja, een beetje opschieten alsjeblieft, want ik liep zo naar mijn werk, man. Suus, zo te vertellen je zomaar even. Je wilt het gewoon niet vertellen, hè? Weet je, vertellen dan in grote lijnen. Je geeft niet op, hè? Oké. Hoe lang ben je die pil eigenlijk? Chris, jij misschien? Ja.
normaal gesproken 3 tot 4 uur. Dat hangt er van af. Hé, maar als we nou met dat nieuwe spul de dosis niet hoeven te verhogen en de werking die is even snel, dan neem ik aan dat de bijwerkingen ook ongeveer hetzelfde zullen zijn, of worden die dan misschien ook nog versterkt? Over welke bijwerking hebben we het hier? Over wat ademhalingsmoeilijkheden, moet stevige koppen en zo. Sorry hoor, maar als valt of staat met de samenstelling van de grondstof, dan kan ik me toch geen zinnig antwoord op geven? Natuurlijk niet. Trouwens, wij hebben hier al last van, is te veel gezopen. Ach jezus, professor Zaak heeft nog een stukje pizza uitgelegd in je mouw. Gaat een stuk pizza zitten eten terwijl je de boel in de soep loopt. Ik weet het niet hoor, ik vertrouw die gozer nog geen meter meer. Was jij niet degene die zei dat ik te vertrouwen was? Ja! Drugsvrij, alcoholvrij. Inkie, ben jij eigenlijk wel te vertrouwen? Nou moet je eens een keer je grote kop in houden, Timmy, ik heb echt nog een echt kommer aan. Mensen, ik zet dus mijn reputatie niet op het spel voor zo'n stelletje achterlijke idioten. En jullie bekijken het maar. Oh nee! Ja, was dat hier. Hé! Nou, zit hier. Optredens tot diep in de nacht. Ja, in de muziek. En zo. Meer dan 80 voor je hand. Hij had zo'n behoefte aan bevestiging. Nou, ik had geen behoefte aan een of andere geslachtsziekte. Trouwens, toen hij hoorde dat hij vader werd. Nee, de rest kan wel aan. Dus, ik was een ongeluk. Nou, suus! Wat een onzin! Ben je achterlijk of zo? De pil was al lang uitgevonden. Ik was hartstikke blij dat ik zwanger was. Ik was zo'n 35, dacht dat we er nooit meer zou overkomen. Heb je hem ooit nog wel eens gezien? Heeft hij nooit naar mij gevraagd? Ja, het laatste wat ik hoorde was dat hij in de BB zat, in koksnoof. Nou, dat verbaasde me niets. Trouwens, we hebben ook hartstikke leuke dingen samen meegemaakt. En anders blijven we toch niet zo lang bij elkaar. Nee. Nou wil ik het er ook niet meer over hebben, want het kost me vet veel energie. Wijs. Dus hij zat in de muziek? Ja. Was hij beroemd? Welk instrument speelde hij? Slagwerk? Nou? Ja, hij heeft op conservatorium gezeten. En afgemaakte opleiding. Maar hij wilde niet verder dan klassieke muziek. Ja, hij drumde. Ja. En hij sloeg niet alleen op trommels. Wat? Man. Kind, het is hartstikke laat. Je moet nu naar het spiegelhuis. Ja. En wil je ook geen tandenstap om meenemen? Ben ik vergeten. Ja, nee, sorry mama, dat werkt niet meer. Oké. Nou, die zijn hoofd niet gebruikt en dat zijn benen maar gebruiken. Nou, dag zus. Jezus, wat een klootzak zeg. Sorry, ik heb hem nergens vinden, hij ligt niet op straat. Kun je zakken anders een nieuw halen, man? Ja, ik kan het! Sjaak, rustig aan, hè. We hebben die ampullen nodig. Snel een beetje, de rest maar. Met die af. Ja. Sorry, maar hier wil ik me helemaal niet mee laten. Oh, wees zin. Wat ben jij, bitch? Hou maar, hou je zo genoeg gehad. Jij had u heel hard te verbouwen. En voor 10 uur terug, hè? Ik weet niet vinden, jongen. En dit is geen politie. Schiet op!
Zeebanket, ben jij er nou zo gek op? Nee, dat is van mijn moeder, die is het dol. Ik koop ze maar niet, want ik eet ze achter elkaar op. Nou, ik ben ook al wat aangekomen, hoor. Ik moet ook echt gaan oppassen. Nou, dat valt best wel mee. Oké, okay, dank je. Zij blijft ook wel slank, hè? Maar ze mag wel wat aan de haar doen. Ja hoor, bedankt. Je ziet er nooit een andere vent. Hé, hey, misschien is dat de oplossing. Ze kan toch ook een cadeau krijgen? Ach, meid, hou op. Er is overal wel eens wat. Oh, kindertjes, niet te veel snoep, hè? Goedenavond. Een beker. Die hebben nog een beker meegenomen. Wat heb jij dan? Tafel loopt al in mijn mond. Joris is er ook zo dol op. Hey, wat is er aan de hand? Ga je naar je werk? Nee. Hey, we eten kippenlevertjes, vind je zo lekker? Nou ja, wat die heeft. Ik wil het terug. Gestoord van het wachten. Kunnen we hem dan niet vergeten? Afblazen? Ben je wel lazerd? Ik heb hier 30 miljoen geïnvesteerd. Bekijk het even. Ja, zo meteen hebben we de politie op ons dak. Kijk, nu is het nog niet te laat. We wachten tot Jaar komt. Begint dat nu een heel klein beetje door te sijpelen tot die stomme grijze hersencellen van jullie. Zolang de politie hier niet voor de deur staat, blijven wij wachten tot Jaar komt. Ja, baas. Ja, baas. Oké, zo vind jullie dood. Ja, en waar gaan wij heen? Ja, naar de play als je zo'n been wil. Wacht even,
Hey, Suus. Hey Suus, hoe lang moet je nog? Rob lost mij zo af. Hey, dat komt maar uit. Dan kunnen we bij ons thuis project werken. Ja, inderdaad. Maar vinden je ouders dat niet vervelend dan? Nou, jullie zijn toch altijd weg. En mijn moeder die zit bij mijn oma. En mijn vader die... Ja, paas zit in de voetbalkantine, weet je wel. Kaarten met de jongens. Jezus. Maar is het dan wel verstandig om bij jullie af te spreken? Nou, jullie zijn voorlopig echt niet thuis hoor. Het was echt met een regelrechte ramp bij ons thuis. Ja, pa komt sowieso laat en dan duikt hij altijd gelijk dronken zijn bed in. Tja, altijd. Kun je dan bij mij thuis? Ja, gezellig. Ja. Je ouders kunnen ons wel uitnodigen. Ja, zeg even tegen mama dat ik niet thuis kom eten. Wat ga je doen dan? Renske eten. Renske eten? Mag ik ook mee? Ja, denk je zelf. Ja, alsof jij mee. Dag allemaal. Dag Kim. Doei. 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 Wat zit jij daarna te doen? Ja, wat denk je? Maar ziet hier niet zo scherp meer, hoor. Hey, is dat niet die curry bij de pizzeria? Pizza, man. Ja. Pizza? Maar laat hem nou maar even, want... Heb je al gewoon een biertje voor? Ja. Mij nog een rol hiermee? Ja, kom met elkaar. Pizza. Hey, zus. Hey. Gaat het een beetje? Ja, geen probleem. Heeft hij niet al genoeg gehad? Ja. Hij heeft zich in no time helemaal volgegoten, maar ja. Hey, sorry jongens, ik moet even door. Ja. Hey, kijk eens. Gaat het wel een beetje? Ja, top joh. Ik kan echt niet beter hoor. Eigenlijk over een paar uur ben ik toch wel zo vanaf. Waar vanaf? Ja. Ach, van mijn lullen. Kijk eens. Dank je. Alsjeblieft. Zal ik het een even betalen? Beide? Ja. €3,40 alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u wel. Hé, maar waar ben jij ook een paar uurtjes vanaf dan? Ah, niks joh. Ach, wat een... Drink je altijd zoveel? Het maakt nog allemaal niks meer uit. Waarom niet? Je kan me toch wel iets vertellen? Misschien kan ik je helpen of zo. Nee, want dan ben jij je leven ook niet meer zeker. Is het zo erg dan? Nou, ik moest samen met je pizza's afgeven bij die werkplaats onder de kerk, maar heb je weer dat ding verloren of zo? Weet je dat zeker? Ja, hij zit niet meer in de kistje. Het moet een huisbevol zijn of zo. Maar heb je al gekeken of die nog ergens ligt dan? Ja, natuurlijk. Wat denk jij dan? Een beetje rustig gaan ook wel hoor. Ik probeer het ook alleen maar. Ja, ik ben bedreigd. Ik heb echt gigantische dreun in mijn maag gehad. Wat? Ken je die mensen? Ik heb die gasten nog nooit gezien. Maar ik moet dat ding even 10 hebben, anders ja, dan weten ze me wel te vinden. Waarom ga je niet naar de politie? Nee, ik kan dan niet naar de politie, maar dan weten ze mijn ouders ook te vinden. Moet het wel iets heel bijzonders zijn allemaal. Ja, nou ja, ze bellen me steeds op en ik heb echt het idee dat ik achtervolgd word of zo. Hé, waarom ga je niet naar huis? Stop in ieder geval met drinken, want hier schiet je helemaal niks mee op. Nee, kom maar. Zo. Misschien moet je even wat eten. Weet je, ik let wel een beetje op hier. Er komt hier altijd van alles. Dus zodra ik iets hoor of zie, dan bel ik je gewoon meteen. Goed? Ja? Ja. Geef mij je nummer. 06 51 18. Waarom ligt die kutkoker verloren? Nee. Ik kan dan zo niet naar huis gaan, man. Ja, hey. Je kan ook niet met mij mee. Kan ik jullie helpen? Zal ik anders even met hem meelopen? Zo komt hij niet ver. Ja, dat is prima zo. Kom maar. Nee. Dat is aardig van u. Maar... Hey, ik breng hem wel even thuis. Het is goed. Met wie?
Hey, bedankt voor... Hoe heet jij eigenlijk? Suus. En jij? Hey, George. Ik zie je later nog. Ja, misschien wel ik wel even. Zo. Nee, gaan we lopen. Hé. Hey. Wat had die gozer? Niks. Hoezo? Een beetje te veel gedronken. En wie is die vent die erbij loopt? Is dat zijn vader of zo? Nee. Ik weet niet wie dat is. Gewoon een behulpzaam iemand. Ik weet niet veel. Nou ja, ik was toch met de auto, dus vandaar. Dus, ik kan ze wel even roepen anders. Normaal niet. Je roept ze helemaal niet. Ben jij gek? Ze lekker wezen. Heb ik een bloeddekel aan, wijsneus. Het is goed zo. Ja? Ja. Hé, hey, Suus, het is nou aan de hand, joh. Ja, kom op, vertel eens. Suus. Nou, jongens, nu even niet echt. Oh, ik vertel het vanavond wel. Ik kan zelf papa begrijpen wat hier aan de hand is. Hey, ik begrijp het allemaal wel, hè? Ik bel je straks wel. Ja, ik moet weg. Dat is echt erg, hè, Suus, hè? Ja, heb je? Ja, met Sjaak hier. Geef me John even. Oh, Sjaak. Ja, vertel hem. Hey, joh, die gozer is allemaal maf. Die begrijpen gereed van, want hij heeft zich helemaal vol laten lopen in de kroeg. Is hij nog bij de pizzaboer geweest? Nee, ik denk dat hij zijn broek schijnt. Heeft hij verder dan met iemand anders contact gehad? Ja, even tijd met een griet in de kroeg zitten lullen. En dat lijkt mij helemaal niet verdacht. En een of andere vent hebben hem op sleeptouw genomen. Ja, dat vertel je me nu pas. Ach, hij zat gewoon een krant te lezen. Ja, ja. Zit gewoon aan tafel de krant te lezen en dan gaat hij met die gozer mee, hè? Vind je dat dan een beetje achterklungel? Ja, Jezus, die gozer kan er niks meer aanrichten. Hij is stom dronken. Ga daar achteraan. Waar zit je? Ja, wat denk je? Met spiegelaars natuurlijk. Blijf daar wachten, ik stuur hem naar je toe. Waarom nou weer? Omdat die gozer misschien iets te veel weet en wij wel eens in de gaten gehouden kunnen worden, ja? Is het misschien wel een stille? Shit, daar komt die naam pas mee aan. Nou, lekker zo hoor. Hé, hey, ga naar de spiegelaars en haal hem in de gaten, ja? Hou jullie jongen in de gaten. En donder jij ook. Ja, het wordt met een link. Niks, laat maar. Ben je nog met je vader bezig? Ja, ook. Maar ik heb net een heel gesprek gehad met een jongen. Joris heet hij. Hij is pizza bezorger en heeft echt iets heel lulligs meegemaakt. Nou, dan kunnen we elkaar een handje geven. Hoezo? Nou, nee, niks. Laat maar. Er is ook van alles aan de hand hier. Het is allemaal zo toevallig. Weet je, zo gebeurt er nooit iets en zo gebeurt er van alles. Er wordt zoveel gekletst hier in het dorp. En ik voel gewoon dat het over ons gaat. Waar heb jij het over? Nou, vanmiddag bij Albert Heijn stond ik bij de kassa, stond er een hele rij achter me, keek ik om, viel het gelijk stil. En nog wat. De telefoon, die gaat de hele dag, neem ik op, hoor ik niks. En iemand een vaag nummer op die bellerslijst. Antwoordapparaat geeft alleen maar tuut, tuut, tuut. Ik begrijp er helemaal niks van. Misschien probeert hij mij wat te bellen. Met wie? Ja, dat zeg ik net. Nee, wat heb je het? Ze hebben hem bedreigd. Wie? Hij zat in het spiegelhuis. Zich vol te gooien met bier. Hij was echt ladderzat. Dus ik weet nou niet wat ik geloven moet. Het klonk allemaal zo triest. Je bedoelt? Ik kan gewoon niet geloven dat hij zoiets zou doen. Oh, God. Je bedoelt... Suus, over wie heb je het nu eigenlijk? Over die pizza-bezorger. Wie denk jij? Nee. Alsof die zomaar uit de lucht komt vallen. Nou ja, zo toevallig is het nou ook weer niet hoor. Soms hebben ze last van gewetensvolging. Hoe zou die nou moeten weten waar wij wonen? Ja, Suus, bestaat ook nog zoiets als een telefoonboek?
Trouwens, hij schijnt hier ook op een of ander evenement geweest te zijn. Ja, het hele dorp met allerlei roddels. Toen we terugkwamen van de Schelling. Wat? Ja. Jezus, iedereen weet hier van alles en ik weet niets. Suus, waarom heb je mij dat nooit verteld? Bind je dan niet zo op mij? Ja, kut. Wat een zooitje. Eén op het bedrijf, put, proefrecht en de andere ligt bij eigen moeder nou te benen. Ja, let wel een beetje op je woorden, hè. Er gebeurt hier van alles en ik snap er niks van. Ik ga weg. Waar ga je naartoe? Ja, dat gaat er niks aan. Mij wordt ook niks verteld, dus je zoekt het maar uit. Ja, zeg. Ja, hemel, meid. Ja, ik word hier echt helemaal gek van. Maar er gebeuren hier allemaal dingen. Oh. Mijn belgroet is bijna op. Ja, kom je hierheen? Ja, ik loop je tegemoet. Goed. Doei. Voor de zekerheid maar even met hem meegelopen. Joris, wat heb je? Moet je spugen? Zin is om op kop te zijn. Oh, mijn god, neem even een emmertje mee. Meneer, bedankt. Mevrouw, dat kan iedereen overkomen. Joris, het beste, hè? Hé, hey, mam, wat is er nou? Ja, kom. Om iets over mijn afkomst te weten te komen. Komt er uiteindelijk een of ander negatief verhaal uit over mijn zogenaamde vader die achter de vijfaan zat? Ja. En volgens mij was hij dus nog behoorlijk agressief over. Ja hoor. Ja, chill man. Je kent die vent toch al niet? We zijn blij dat hij... Ik ben dus gewoon een ongelukje. Maar ze was zo blij met mij. Ik was zo'n leuke baby. Oh, godverdamme. Ik kan wel kotsen, weet je dat? Misschien had ik ook wel liever gehad dat hij gewoon dood was. Ja joh, doe niet zo gek. Laat je me niet gek maken. Ik ken die vent niet, hij heeft nog nooit naar je opgekeken. Ja, hallo. Voor hetzelfde geld zou ik hem dus zo tegen het lijf kunnen lopen. Nou, misschien heeft hij dan een hoop poen. Kunnen wij een plan bedenken? Ach, Puk. Heb jij met je linker plan ook altijd? Wat? Trouwens, over dat gejatte proef heb ik het ook totaal niet eens. Je werkt jezelf nog eens gigantisch in de nest. Ja, oh jee, ga nu op duurtour zeg. Kan er ook nog wel bij. Trouwens, volgens mij is er nog veel meer aan de hand hier. Ik heb vanmiddag de jongen gesproken. Joris heet hij. Joris? Ja, die jongen van vanmiddag in het spiegelhuis. Oh, die? Hij is pizzacourier en moest iets afleveren bij een van de vreemde vent. En die begon onwijs te keer te gaan dat hij iets was verloren en dat hij moest zorgen dat het terugkomt. Als hij het dus niet voor 10 heeft afgeleverd, dan weten ze hem wel te vinden en zo. Echt dood, hè? Ja. Echt waar. Echt, ze hebben hem bedreigd en geslagen. Zo. Nou, ik heb hartstikke lekker met hem zitten kletsen. Het lijkt gewoon een hartstikke aardig joch. Hé, hey, je wordt een beetje rood, hoor. Puk, hou op. Ik ben totaal niet in de stemming vandaag. Hij was trouwens dronken, dus... Ja, maar volgens mij zie je hem wel zitten, hoor. Oh, die arme Roderick? Wat nou weer? Arme Roderick. Ja. Heb ik alweer iets gemist of zo? Heb je dat nou echt niet door? Volgens mij is Roderick al helemaal gek van jou, hoor. Nou, pech dan. Ik heb nou andere dingen aan mijn hoofd. Ah, ik kan me nog steeds zo kwaad maken, hè?
Je houdt je kop, hè? Ja, jezus, kom op. Gun het zo moeilijk. Jij niet rond? Dat hoef ik jou toch niet in je neus staan. Jij weet weer dat goed van je is. Hey, daar slaat het op. Botman, vertel op, wat is die gozer? Gozer? Ja, je weet wel welke gozer ik bedoel, toch? Welke gozer? Bedoel je die stakker? Die kon niet meer op zijn benen staan. Wat heb je met die stakker uitgevreten? Als ik dat al wist, zou ik jou dat zeker niet vertellen. Laat me los, klootzak. Kom op, man. Vertel wat die gozer is. Dat vraag ik aan je. Waar is hij gebleven? Ja, dan gaat je geen reet daar oprotten. Wat oprotten? Ja. Jezus, man, je hoeft er niet helemaal in de buik te rammen. Dan zit er helemaal niks meer. Dan weten we nog niks. Dan moet je me helpen. Is je weer over te hebben, hoor? Nee, oké. Okay. Oh, heb je hem al voor je? Hey, je houdt echt je kop, hè? Ja, doe maar niet zo moeilijk. Hey. Hé, zijn we er eindelijk? Iedereen is geschrapt dat jullie bleven. Ja, ik zou maar even uitkijken, want Suus is niet bepaald mijn stemming vandaag. Wat is er nou, Suus? Nee, wow. Niks, laat maar. Even thuis, misschien kijken we naar zijn poster. Ziet er ook zo goed uit, hè? Ja, precies. Suus, is er echt niks? Nee, hey, waar blijven jullie nou? Ik moet nog even mijn moeder bellen, sorry. Ik kom zo. Hm. Ja, post hè? Neemt. Hé Joris, ach, gelukkig. Ik was al bang dat je nog in coma zou liggen. Ja, gaat het weer een beetje? Ja, nou ja, je klinkt in ieder geval een stuk frisser. Hé, luister, ik denk dat ik hem gevonden heb. Ik heb al steeds zitten denken dat ik hem eerder had gezien, maar nu weet ik het weer. Ja, nee, ik moet eerst even met die andere aan het project werken. Ja, kan het niet later, kom op. Ja, dat snap ik ook wel. Oké, dan verzin ik wel een smoes, maar heb je hem dan wel daarvoor, Tine? Oké. Ja, waar? Ja, nee, oké. Ja, is goed. Ik zie je zo. Oké. Doeg! Hey jongens, ik ga. Suus, waar ga je naartoe? Ja, sorry Rood. Nee, er is iets tussen gekomen. Ik moet even snel weg. Puk, ik neem jouw fiets even mee, goed? Ja. Hortelaars, waar blijven jullie nou? Ja, ik ga er wel vandoor. Doei! Ja, kom maar Rood. Okay, ja. In ieder geval een stuk beter uit. Echt. Oh, dit is wel spannend. Oh, de massa, hey, ik dacht me in de kroeg ook al iets te herinneren. Oh, laat mijn ding alsjeblieft terugbrengen gelijk. Ja, dag. Kom op, maar misschien zijn het wel een stelletje kriminelen. Nee, Joris, kan je niet beter eerst naar de politie gaan? Misschien is het wel vet linker soep, dit. Suus, laat mij dat ding maar gewoon terugbrengen. Dan ben ik er vanaf. Kom op. Oké, hier, ben je al bij je baas geweest dan? Nee, dat durf ik niet. Vanzelf gaat op haar dat ik het mee te maken. Dan heb ik een mes in mijn ribben, hè? Wat slaat dat nou weer op? Nou, ik heb gewoon zo'n ongebruikte moeder daar ook het mee te maken heb. Een Chinese pizzaboer, vind je dat niet een beetje vreemd? Ja. En trouwens, volgens mij had jullie eerder vastgezeten. Dat zal me echt niks verbazen. Hoe kom je daar nou weer bij? Nou, ik zie wel vaker van die duizenden figuren daar.
Nou, weet je wat, ik bel die gozer wel even, maar daarna breng ik hem echt terug, hoor. Ja, oké. Okay. Ik heb geen zin in de ochtendreunen, maar ik dacht werkelijk dat ik moest kotsen, hè. Wat hoor ik, joh? Wat is dit? Ja, ik denk dat jij er ook iets mee te maken hebt. Ik wil niet dat je wat overkomt. Ja, en ik wil niet dat er wat met jou gebeurt. Zie ik zo nog even? Ja, ik moet eigenlijk terug naar die andere. We zouden aan het project werken. Ja, ik ga een andere keer. Oké. Ga er maar gauw. Suus? Suus, kom eens. Oh, jeetje. Wat ziet u eruit? Wat is er met u gebeurd? Ik heb een oplawaai gehad van twee heren. Ik kan het allemaal niet meer volgen. Volgens mij klopt er iets niet. Ik begrijp hier helemaal niks meer van. Maar wat heeft u hiermee te maken dan? Ja, dat zit allemaal nogal moeilijk in elkaar. Dat leg ik je de andere keer wel uit. Ik denk dat we beter naar de politie kunnen gaan. Ja, dat zei ik ook al tegen Joris. Ik heb die koker gevonden en hij hem teruggegeven. Hij is hem naar die kerels aan het brengen. Want hij is bang dat er nog meer ongelukken gaan gebeuren. Hij is toch niet alleen? Ja. Kom op, jij gaat naar de politie en ik ga achter Joris. Ja, maar Joris die wil... Nee, niks Joris. Ga nou. Ja. Hallo? Ik snap dit helemaal. Wie bent u eigenlijk? Ja, dat leg ik je later nog wel uit. Dat is veel te moeilijk allemaal. Ga nou naar de politie. Kom op. Ik ga naar Joris. Sorry mevrouw, maar volgens mij is er hier iets heel vreemds aan de gang en ik ben bang dat... Bang? Waar ben je bang voor? Vertel maar eens wat er aan de hand is en waarom je hier naartoe kwam. Kom, ga zitten. En misschien komen we er samen wel uit. Ja, mijn vriendje die... Vriendje? Ja. Jij hebt een vriendje. Ja, maar daar gaat het niet om. Ik denk dat mijn vriendje gevaar loopt. Ja. Het slaat ook helemaal nergens op, maar hij is pizzacourier en is bij het bezorgen van, is hij een koker verloren. En dan schijnt hij zo gedoe om die koker te zijn. Dat vriendje, waar is die dan nu? Ja, ik heb dus die koker gevonden en aan hem teruggegeven, maar ik had geen idee dat er iets bijzonders mee was. Dus nu is hij daar naartoe om hem alsnog te brengen. En weet je waar het is? Ja, maar ik vertrouw hem helemaal niet. Wacht, ik roep even de wagen op. 501-501, kom er eens in. Wat is jullie positie over? Nee jongens, ik heb dringend hulp nodig. Kom snel, over. Hij is al bij je. We zitten vlak in de buurt, over. Kom. We gaan samen vast eruit. Waar gaan we naartoe? Achter de Rooms-Katholieke Kerk. Daar ligt het wel uit. Oké. Daar ligt het wel uit. Ja, ik ga het uit. Oké. Rij. Hou die vent. Is Suus al thuis? Ja, shit, dan zag ik het toch goed. Ja, mevrouw Major, er is iets heel vreemds aan de hand. Ja, ik zie net Suus instappen in een politieauto. Kan je het wegchasen? Ja, hier bij het politiebureau. Ja, is goed. Ja, ik wacht toch hier op je. Ja. Shit, als er niks gebeurt. Ja, kom maar. 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 Ja, kom maar.
Vader! Help! Ja, de miljoen in de kloot, hij gek! Zijn we je aan de bakken, kan je wat mij betreft? Mijn deur weet er ook! Mijn schuld, man. Nee, gaat het? Ja. Je hebt nergens mee te maken, man. Gaat het? Hebben ze je bezeerd? Nee, wat wel mee. Wat een klootzakken, joh. Krijg me nou! Jezus, wat is dit? Krijg me nou, joh. Tonne. Start die jongen! Wat doe jij hier in godsnaam? Hij heeft ons geholpen, mam. Hey, die vent zit toch vanmiddag in het spiegelhuis? Sorry, sorry als ik je laat schrikken. Is zij? Kom maar. Laat je maar. Ben! Hij zit. Zo. Dan. Kom je hier in godsnaam? Hij heeft Joris naar huis gebracht. En die is toen zelf in elkaar geslagen door die gasten. Zus, loop dan met de klappertanden, man. Amateur! Kom maar, dan aan de hand. Ja, Jezus, en als je nagen, ja, maar lekker. Dan zou je een paar keer van je auto neergezet. Jezus, wat? Had je dan die auto neergezet? Ze dacht dat ik van de politie was of een undercover of zo. Maar zij is... Hé, mensen, ze moet echt naar huis, hoor. Ze wordt doodziek. Bellen. Wat nu? Wat verwacht je nu van mij? Kan ik je bellen? Ja, nu niet, hè, hoop nee, dat begrijp ik. Dat begrijp. Mijn hoofd schrijft nu naar hele andere dingen. Bellen voor een afspraakje gewoon. Ja. Ja. Kom maar, deze. Hou je wat over die al? Kuddel. Kijk, ze loopt ze teef. Ja, ik denk dat we een hele interessante vondst hebben gedaan met de heren. Hoe bedoel je? Ja, nou... Ik denk dat ze bezig waren met het opzetten van een laboratorium voor verdovende middelen. Oh nee, man. Altijd de blitter. We komen nu terug naar het bureau. Idiot. En ik denk dat we daar vandaan een bezoek gaan brengen aan de pizzeria. Want het is bijzonder interessant. Ja. Dus toch die pizzaboer. Ik zie jullie zo op het bureau, hè. En leg die boot van mevrouw van der Wouden terug op zijn plek. Je moeder schijnt die vet te kennen, man. Ik weet het ook niet hoor. Kom maar, we gaan naar huis. Ik wil gewoon naar huis. Ik word echt van de kou. Gaat u alvast met mij mee naar het bureau? Kunt u me helpen bij de aangifte? Oh jongens, jullie zijn door het oog van de naald gekropen. Kom je morgen even langs het bureau? Het ging om een enorme drugsdeal. Oh, niet te geloven zeg. Het is toch niet echt? Jezus, wat een toeval zeg. Mondje dicht. Toeval? Toeval bestaat niet. Je gaat toch wel tegen Suus zeggen, hè? Ach, maak je niet ongerust. Ja.